Ik ben 10 jaar en ik heet Koen. Mijn broer die is bij mijn vader en mijn zusje die woont hier wel. Ja, in het weekend. Ja, dan ga ik naar mijn vader toe. Daar wil ik niet over praten. Ik weet wel hoe ik me voel, maar ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Boos, gewoon boos. Ruzie met mijn moeder en met mijn vader. Nou, ik vind het onterecht dat jij met mijn moeders zaken bemoeit, want het is toch mijn moeders leven. En ik ben toch mijn moeders kind. En nou, toen zei ik, ga maar weg. Soms wel, als ik thuis was bijvoorbeeld, dan, ja, word je wel eens uitgescholden, maar je kan daar niet tegen. Dan krijg ik gewoon gekke neigingen. Dan ga ik gewoon, ja, ergens op beginnen te slaan. Om mijn woede open daarop af te reageren. Want dan heb je toch dat kwade gevoel wat je in hebt. En dat heb je dan toch, ja, op iets vrijgelaten. Zo te zeggen. Zou ik heel graag willen zeggen hoe lang ik hier wil blijven wonen, maar dat kan je niet zeggen. Het begint me ook wel te vervelen, want in de middag als ik thuis kom, ga ik meestal achter de computer, want dat is nog het enige wat ik een beetje leuk vind hier. Gewoon een beetje iets leuks voor onze leeftijd. Want bijna niks is hier van onze leeftijd. Als ik een wens zou mogen noemen, dan zou ik wensen dat, ja, gewoon mijn moeder en mijn vader weer gewoon op een normale manier bij elkaar konden wonen. Dat is de enigste wens die ik heb. Nee, maar dat is wel gewoon de beste wens. Voor mij dan, ja. Gewoon op een normale manier naar buiten kunnen en gewoon zelf weten wanneer je weer naar huis komt. Wat ik dan zou doen, dan had ik een huis betaald voor mijn moeder, zodat ik hier eindelijk weg kan. Want dan vind ik het heel leuk. En dan moet je weer terug.